Het is zaterdag vandaag en we zijn in Madrid. Waar zijn we? Waar zijn we? Vertel, vertel. Ik aan jou. Madrid. Dit is ook die scène van La Casa de Papel. Real Madrid Stadion. Jammer. En vanavond hebben we dan een Halloween feest, dus gaan we ons klaarmaken. En onze paraplu is gebroken. Door Jasse. Door jou? Nee, jij hebt mijn paraplu gesloopt. En zeker door dat aan het filmen zijn. Ja, dat is zo. Hoi, mijn naam is Priscilla en welkom bij weer een nieuwe weekvlog hier vanuit het o zo mooie Bilbao. Het is vandaag vrijdag en we gaan zo meteen naar Madrid. Oh, zoveel zin in. We hebben namelijk maandag hebben we een vrije dag. En daarom gaan we nu van vrijdag tot en met maandag gaan we naar Madrid. En ik ga met z'n vieren gaan we heen, maar er zijn ook nog allemaal andere Erasmus-studenten van Bilbao. We gaan ook allemaal heen en we gaan met de bus heen zo meteen. En het is echt maar 5 uurtjes rijden met de bus. Dus ja, dat is echt top. We zijn net naar school geweest, even een ochtendje naar school geweest. En ja, nu even lekker pastaatje aan het maken voor lunch. En dan gaan we vertrekken. Ja, ik heb er zoveel zin in. Echt, echt top. Zondag hebben we daar ook nog een Halloweenfeest in een club. Dus we hadden, gisteren gingen we even een Halloween outfit even kopen. Want we moeten allemaal verkleed. Ja, echt helemaal geweldig. Het gaat wel regenen volgens mij, een beetje. Dus we moeten eventjes kijken wat we allemaal gaan doen. Maar in ieder geval gaan we er heel veel leuke dingen doen. Heel veel mooie dingen zien. Hier regent in ieder geval nu wel in Bilbao. Kijk. Een beetje regenachtig weertje. Maar ik heb niks te klagen. Want wij gaan hier toch zo met de weg over een half uurtje. Lekker naar Madrid. Zoveel zin in. Vorige week natuurlijk naar Asturias geweest. Ook echt zo mooi was het. En dan nu lekker naar Madrid toe. Dus ja, ik heb eigenlijk niks te klagen hier. Niks te klagen. Ik heb deze week echt goed. Ik heb er 2 keer gesport. Ik ben even 1 keer naar de gym geweest. Upper body getraind. En ik heb gewoon echt nu al 3 dagen spierpijn. Echt zoveel spierpijn in mijn bovenlichaam. Maar wel echt goed. Goed. En de dag erna heb ik lekker even hard gelopen. 11 kilometer hard gelopen. Dat is ook echt top. Gisterochtend voor school. Dus nou, top. Eten is voor mij nu klaar. Dus ik ga even snel eten. En dan richting Madrid. Joehoe. We zijn aangekomen in Madrid. Maar we hebben zoveel spullen mee. Het slaat echt nergens. We zijn hier maar 4 dagen. Nou, niet eens. Wat we allemaal mee hebben. Die jongens ook, met z'n tweeën, 1 grote koffer. Ede en ik ook. 1 grote koffer. En nog die met onze haarspullen. Oh, oh, moet ik even focussen nou. We gaan even voor een bok. Oh, is het delen uit? Waar gaan we uit? Manama. Goedemorgen, het is zaterdag vandaag en we zijn in Madrid. We zijn nu bij het paleis en het is echt mooi hier. We gaan vandaag gewoon een beetje door de stad lopen, even kijken wat even naar mooie plekjes toe. We waren gisteren uit en het was zo gezellig. We lagen denk ik om 6 uur of zo in ons bed, dus we hebben wel even uitgeslapen vandaag. Nou, het was top. Leuke eerste dag gehad. Ja, vandaag gewoon weer frisse fruitig, want ja, we moeten natuurlijk wel even de mooie plekjes hier zien. We gaan nu eerst even ontbijten, want we hebben allemaal wel trek. En dan gaan we door de rest van de stad lopen. Zin in, gaat weer een leuke dag worden. Gelukkig is het droog, want vannacht regent het zo hard. Maar ja, nu is het top. We gaan even ontbijten. Jos gaat een tankje. We hebben een broodje ei met avocado. Lekker een cappuccinootje. Top. We hebben een lekker shotje. Lekker shotje erbij. Oh nee. Oh, olijfolie. We zijn nu op Plaza Mayor. En het is eigenlijk wel grappig, leuk om te weten, want elke grote stad in Spanje, die heeft dus een plaza. Net zoals dat je bij ons in Bilbao hebt, je Plaza Nueva. En dat is dus gewoon ja, een plein met allemaal tentjes en zo, waar je kan eten en drinken. En dat is dus de, ja, het plein waar iedereen bijeenkomt. En hier is dit dus Plaza Mayor, kijk.
echt genieten. Lekker, lekker genieten in Madrid. Het is echt top, man. Alleen maar genieten hier tijdens de change. Waar zijn we? Waar zijn we? Vertel, vertel. Ik aan jou. Dit is ook die scène van La Casa de Papel. Dat ze met die zeppelin vliegen, dat het gat naar beneden valt. Dat is hier. Oeh. Oh, dit is top. Hier zijn we nu gewoon, hè? Kijk, kan jou. Dit is de metro hier. En hier al die billboards, dat is de Samsung. Daar staan we nu, jongens. Oh. Geweldig! Ja, kippenvel. Ja. Ik hoop echt dat die zeppelin nog even langs komt. Ik kan het vaak gebruiken. We gaan lekker even bij het tapas restaurant en daarna gaan we naar de rooftop bar. We hebben net even geslapen, even power nappy gedaan, hadden we allemaal voor nodig. Maar vanavond uitgaan. En vandaag nou, was echt stof. Lekker even door de stad gelopen. En ja, dus nu even lekker eten. Zin in. Gewoon weer trek. Dus dat is top. Want morgen gaan we ook nog even, wat sightseeing doen. Of naar mooie plekken. En voor de rest hebben we morgenavond de Halloween party. Met allemaal verkleed. Dus ja, wordt weer leuk. Wordt weer leuk. Gaat weer gezellig worden. Nee, ik hoop het. Lekker eten. Pas toe. We zitten bij een tappersteentje in het lateraal. Dat doet me gewoon denken. Het ziet er echt heel leuk uit. Het schijnt ook dat eten hier heel goed is. Ik ben benieuwd, En hoe smaakt het, jongens? Nee, het smaakt nergens naar. Die braaf had het ook. Fuck you. Je moet er echt niet eten. Ja, goeie. We hebben even voorgerechtje. Ja, dat is brava's. Melbourne. Taspas. Lekker taspas. Ons restaurant zat dus vlakbij het Real Madrid stadion, dus daar zijn we nu even. Het staat nu, ze zijn nu aan het verbouwen, dus je ziet niet heel veel. Maar kijk, dit is het Real Madrid stadion. Het is echt groot. Ja, ze zijn nu flink aan het verbouwen, zie je. En we gaan nu naar het Lichtfestival in het centrum van Madrid. Vinden we dit leuk? Even een sfeer. Sfeerproeven. Sfeerproeven hier. Goedemorgen, het is zondag vandaag en ik ben nog steeds in Madrid. We gaan nu even lekker ontbijten bij Jos op het tentje. En daarna gaan we naar de market. Het schijnt hier ook heel bekend te zijn. En voor de rest gaan we even door de stad lopen. En vanavond hebben we dan een Halloweenfeest. Dus gaan we ons klaarmaken. Een beetje kleden en zo. Gaat weer leuk worden. Gaat weer leuk worden vandaag. Hij is allemaal heel sympathiek. Iedereen heeft veel zin. Ja. Madrid valt in duigen. Hey, de schermen vlogcamera. Oh my god, het regent de hele dag. Zo hard.
En onze paraplu is gebroken. Nee. Door Jasse. Hij heeft... Door jou? Nee, jij hebt mijn paraplu gesloopt. Nou, we gaan nu lekker naar huis. Kamer. Even chillen, ja, even eten en chillen. Kijk, iedereen loopt, jongens. Wat helemaal mis. We leven nog. We leven nog. Maar wij gaan wel plassen. Dan plas ik hier. Ik moet dat wel nodig namelijk. Ik was hier. Dan drinken we deze leeg. Doe maar in de paraplu, ja? Ja. Dan droppen we aan. Ja, dat is wel slim. De mond. We zijn weer back. Dan ben ik sneller. Nee hoor. Het is zondagavond en iedereen is gaan het klaarmaken voor de Halloween party. Ik heb les momen nog even wat gekocht. Jezus. Hoe vaak gaat dat nog gebeuren? Ah, god. Ja, dat gaat nog heel vaak gebeuren. Het gaat helemaal mis! Helemaal mis gaat het! De Rotterdammer. Oh, oh, oh. Ja, ik moest dus les momen, ik moest nog even wat spullen kopen. Dus ik had zo'n vleermuisding gekocht, boaatje. En ik heb een shirt, oud shirt gekocht. Tenminste, een shirt bij de Primark. Met gewoon gaten erin. Nou, helemaal prima. En wat bloed. Nou, helemaal prima. Dus we gaan zo met 16 man of zo, gaan we allemaal pizza eten. Dus daar wordt gezellig en pre-drinks. Ja, gaat een mooie avond worden. Iedereen is ook verkleed, dus ik ben benieuwd wat iedereen aan heeft. Ik zal even een rondje doen, dat is misschien wel even leuk. Daar heb ik mijn telefoon weer gelaten. En welkom bij onze chaotische meid Eden. Ik kom er niet uit. Eden komt er allemaal even niet uit. Ik kom er gewoon even allemaal niet uit. Soms zit het niet mee. Die Primark trouwens, die was zo groot waar we waren vandaag. Ik heb nog nooit zo'n groot Primark gezien. Okay. Ik heb niet gefilmd, maar voor de mensen die in Madrid zijn geweest en die ook in de Primark zijn geweest, jullie weten hoe groot die was. Erg bizar. Ik wist op een gegeven moment niet eens waar de uitgang was. Oh my god. Pizza. En we gaan lekker ontbijten. Allemaal een beetje brak van vannacht. Maar het was erg gezellig. Even een broodje zalm. Even aan het wandelen. Het laatste uurtje even meepakken, want we gaan om 4:30. We moeten al eten. Want we moeten om 7 met de bus terug. 5 uur terugrijden naar Bilbao. Komen we vanavond om 12:00 of zo komen we aan in Bilbao weer. Morgenochtend gewoon weer school. Maar we gaan niet uit, we gaan lekker slapen in de bus. En ja, nu nog eventjes even door de stad lopen voor een uurtje. Sinds dit. Ze heeft door dat aan het filmen zijn. Ja, ze zag het. We zijn aangekomen op het vliegveld van Madrid bij het busstation. En we zijn nu aan het wachten voor op de bus. We wilden eerst met de metro en met de trein, weet ik veel allemaal. Met openbaar vervoer wilden we hierheen. Dus kwamen we eraan, wilden we dus met de metrokaart wilden we naar binnen. Maar dat kon dus niet, want we moesten dus helemaal niet met de metro. En uiteindelijk, nou, we wisten het allemaal niet meer. Ze konden geen Engels daar. Dus uiteindelijk zei ik van, ja jongens, ik zeg, we moeten nu gewoon een uur bestellen, anders gaan we die bus niet redden. En ja, we moesten gewoon die bus halen, anders we moesten hier nog blijven slapen. Dan worden we gewoon school. Dus nou ja, Uber geregeld, Uber kwam eraan. En Ubertje kwam eraan. Haast, daar kwamen we net aan, op het vliegveld. Nou, op het vliegveld moesten we de busstation nog vinden. Chaos, maar we zijn op tijd. Dit is echt typisch. Wij rennen met z'n allen. Nou ja, we hebben het gered. Dus nu even wachten. En dan zijn we om 11:45 vanavond zijn we thuis.
dan komt. Dan moeten we ook nog een uurtje daar regelen, want de openbaar vervoer is dan al gestopt op zondag. Dus het gaat nog even een lange avond worden. Het is 5 uur ongeveer namelijk met de bus. Maar maakt niet uit, we hebben echt een top weekend gehad, lang weekend. En ja, genoten. Over 2 weken ga ik ook weer naar Valencia met de bus. Ik bedoel met de auto, we hebben een roadtrip naar Valencia, dus dat is ook echt zo leuk. Alleen maar leuke dingen. Voor nu ga ik alvast deze vlog afsluiten, want ja, ik ga zo meteen alleen maar in de bus zitten en slapen. Dus ik zie jullie in de volgende vlog weer. Bedankt voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet even te abonneren op mijn kanaal en deze video te liken als je het een leuke video vond. En dan zie ik jullie volgende week weer.